Doen we dat op afbetaling? In de Arnhemswijk Malburgen zijn inwoners een theaterstuk aan het repeteren over schuld en onschuld in het dagelijks leven. Nou, het is eigenlijk juist een wijk waar mensen eigenlijk heel vaak juist niks met theater hebben. Kijk, ik ben er gewoon mee opgegroeid van, goh, welke voorstelling wil je gaan zien in de Schouwburg? Hier kennen ze het eigenlijk helemaal niet. Het is in ieder geval milieubewust. Ja, ik voel me wel echt een Malburger. Ja. Theater is natuurlijk wel een drempel waar mensen overheen moeten. Want het is van, oh, dat kan ik niet en dat wil ik niet. En eigenlijk moet je dat gewoon een keer even doen. Om te weten hoe het voelt, dat het gewoon, ja, gewoon lekker is, uiteindelijk. Op het grote podium, ja, die verhalen, die weten we nu uiteindelijk wel. Maar laten we ook gewoon eens van de mensen hier juist de verhalen die hier leven. Want ze hebben echt wel van alles te vertellen. En ze maken van alles mee. Dat, hè? Ja, zet het maar op een podium en mensen gaan er geraakt door worden. Want het is gewoon iets echt. Hoe dan? Ik begrijp er niks van. Hallo. Oh. Ja, je kunt even 2 uurtjes in zaal zijn. En het klinkt raar, want we zeggen, oh, je zit onder het toneel. Maar uiteindelijk kun je gewoon lekker even alles eruit gooien waar je denkt. Ja, wat eruit kan. Niemand weet of het nou echt is of niet. Maar ik wil helemaal geen wasbord, ik wil helemaal gek geworden. Van, we hebben al hele mooie mensen, maar we willen eigenlijk nog wel meer mensen. Want ja, zoals ik zei, van die drempel naar theater is voor mensen hier best wel groot. Terwijl ik denk van, ik wil juist ook al jullie verhalen. Dus wat we het liefst willen is nog meer spelers en nog meer verhalen juist dat podium bieden. Mm-hmm. Dus we hopen hiermee misschien wat mensen lekker enthousiast te maken. We hebben ook eerder ook voorstellingen, dus daar kunnen ze ook lekker al kijken wat we doen. En daarna lekker gewoon een keer meekomen spelen. Ja, gewoon komen, voelen, doen. Je mag ook gewoon lekker proberen, whatever. Maar het is gewoon vertrouwd. Kan niks gebeuren. Benieuwd naar deze voorstelling? Op vrijdag 24 februari speelt de groep een voorstelling tijdens de Uitnacht in het Rosette in Arnhem. En lijkt het u nou leuk om mee te spelen? Kijk dan op gelderlandhelpt.nl. Bedankt voor het kijken.